voor zo. Jullie jongen. De Jul met die kerstshop. Daniels stopcontact. Wie heeft hier dat toch? Afgemaakt. Oké. En dan lopen we hier. Die is wel blij. Die is wel grappig. Dat is super. Nou. Wauw. Jongen. Ja. Beer uit, hè? Met al die... Jokblauw. Een hele goeie. Morgen. Morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Het is al bond met vol. Ja, iets maar. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag... Vrijdagochtend. Vrijdag. Bijna weekend. Bijna weekend. Nou, voor één iemand is het toch weekend. Ja, want Luxie, die is er altijd... Vrij! Op vrijdag. Dus Luxie is lekker vrij en Luxie is dus ook lekker vrij. En Lucilla, die heeft vandaag nog een lekker kort dagje. En Luan, ja, die moet nog een dag, maar hij zei vanochtend, mama, ik heb zin in school. Ja. Ja, want hij gaat griepen met de juffrouw. Omdat de gymjuffrouw ziek is. Dan vond hij wel leuk dat zijn eigen juffrouw. Maar, juffrouw zei van, nou, morgen gaat dan gym niet door, nou, dus vandaag. Ja. Dan kunnen we wel spelletjes gaan doen in de klas en spelletjes op de computer. Maar toen zei ik wel van nee, Gin gaat wel gewoon door, maar juffrouw zei van nee, maar dat kan niet, want de Gin-juffrouw die is er dus juist niet. Maar er is toch een invaller? Nou, wie is de invaller dan? Jij! En toen gingen we stemmen en niemand had gekozen voor de spelletjes en de spelletjes op de Chromebook, op de computer. Ja. En ze hadden allemaal hun vinger opgestoken dat ik juffrouw zou een gymles zou geven. En daar heb je heel erg zin in. Ja. Want dat wordt hilarisch. Ja. De juffrouw, is die stijf harig dan? Valt er wel mee? Nee, maar ik ben benieuwd wat ze voorbereidt. Wat ze gaat doen. Wat ze gaat doen. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd als je straks uit school komt. Mm-hmm. Hm? Nou, die stellen ook hier even lekker eten. Je gaat ook lekker naar school. Wat is hij aan het doen? Ja, je teen het eten van je zus. Wat is dat nou weer? Ja. Oh, wat was er gevallen? Kijk eens, je sneeuwbal. Over sneeuw gesproken. Ja jongens, ik zal eens even een blik werpen naar buiten. Kijk, ik zal het jullie even aan deze kant laten zien. Kijk, hier hebben we de eerste sneeuw. Voor zover het sneeuw kan noemen. Het is volgens mij gewoon een hele lichte ijzel wat erop ligt. Maar Daniel, die was al buiten geweest met de honden. En hij zei, het was koud. Super koud. Dus nou ja, we gaan zo eerst even de kinderen naar school brengen. Daarna door even wat boodschapjes doen. En ja, kijk vandaag weer gezellig. Hallo. Je schoenen en jas aan doen. Oh, ze ziet de schoenen en jas aan. Nu al. Het is hier zo weg. Kijk eens, het is hier spekglad. Voel maar eens. Een klein laagje sneeuw. Ja. Voel je, moet je met je voeten voelen, jongens. Glij eens. Glij je, Lissius. Kom maar. Glad, hè? Zal het echt gaan sneeuwen deze kerstvakantie? Ja! Oh, dat zou wel heel leuk zijn, hè? Als het een dag komt dat het zo glad is op de weg, dat we dan al een keer een dag vrij krijgen. Ja, dat... Nu al naar Lucille, Luxie en Lucie zouden op sneeuw. Hé, hey, vriend! Kom, we gaan het busje in! Pas op hoor, het is glad, hoor! Ja, kom Lucius! Ah, Lucius! Gaan we straks, jongen! Ga nu in de echte auto! Nou, op naar school. Echt spekglad hier op onze oprit. Papa gaat proberen te glijden, kinderen. Komt hier. Vindt hij leuk? Uit. Kijk, hier hebben we breed genoeg. 1, 2. Ah, het valt nog mee. Ja, ja, weet je. Ja, het valt nog, je hebt gewoon goede banden. 4 seizoenenbanden. Met onze schoenzolen kon je wat makkelijker heen en weer glijden. En met ons kleine autootje hadden we vroeger zomerbanden. Pff, ja, daar was ik niet altijd even blij mee. Ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren. Ja, dat kleine die zijn al heel lang bij ons, als je dat kan herinneren. Dat maar even serieus, als we op onze oprit heel veel sneeuw hebben, is het natuurlijk geen openbare weg. Hoe komen wij dan op de openbare weg als hier allemaal sneeuw ligt? Daarom hebben we 4 seizoenenbanden. Ja, maar we hebben een 200 meter oprit en als je... Daar allemaal sneeuw ligt. Ja, weet je, je schuift het niet even met een schepje weg. Dat is best wel een stuk. Ja, blijf liggen. Ja, maar, maar je kunt niet met je banden zo eroverheen rijden. Ja, daarom heb je 4 seizoenenbanden. Ja, maar niet zomaar over een heel dik pak sneeuw. Ja, 4 seizoenenbanden. Mama, heb je nog
Nou, dat gaan we wel zien. Zo, nou Luxie en Lusjes. Hé, hey, papa. Hier is dus niet gestrooid, hè? Hier is niet gestrooid en de wegen waren wel gestrooid. Maar Luxie, hier hebben ze hopelijk een kinderwagentje. Kijk of ze die hier hebben. Luxie wou de boodschappen halen met een kinderwinkelwagentje. Karretjes die zijn er niet meer. Oh, ze hebben deze. Kijk, kun je in dit hendeltje, kun je hem rijden. Luxie hoort hoor. Nou, hey. Wat hebben we nodig? Aardbeien. Ja, Luxie, wat hebben we nodig? Wat voor een inkoop ga je doen? Voor een kwarktaart? Aardbeien. Oh, aardbeienkwarktaart. Ja. Nee, ik doe het maar nog. Ja, goed zo. Tot nu. Twee. Nou, kom, ga verder. Dat is ananas. Een ananas kwarktaart, maar je gaat nu voor een aardbeien kwarktaart, toch? Ja. Ja. Pak maar, goed zo. Nee? Ja, doe maar twee, voor de zekerheid. Toppie. Hier, nee, jongen. Mooi. Ligt dat? Zo, de kwark is binnen. En wat moeten we nou hebben? Wat moeten we nu hebben, Luxie? Altijd wel zoek je zo'n andere winkel. Ja. Wat ligt er? Wat ligt waar? En Luxie dacht, hier staat zo'n kinderwagentje. Ja. Mooie lusjes. Dat is Sina's, jongen. En wat zien we daar nog bij de kleintjes? Wat is dat? Een sneeuwpop. Nou, ook een sneeuwpop mee voor de kleintjes. Kijk eens. Oh, sneeuw. Nu zijn we bij de bakafdeling aangekomen, Luxie. Maar wat, Luxie, hebben we hier? Wel een kwarktaart hebben, die wilden we maken. Ja, zie je kwark, Luxie? Waar is die kwarktaart? Oh, wacht even, hier. Oh ja, een schapje verder. Hier moet het zijn, Luxie. Kom maar. Kom maar. Oh ja, daar kon Luxie niet bij. We hebben de taartmix gehad. We moeten nog kwark, die hebben we. Slagroom. En boter. Moeten we nog hebben. Ja. En daar is de slagroom. Nou, heb je dan het mandje compleet? Kun je nou een kwarktaart gaan maken daarvan, denk je? Ja. Ja. Koker, ja. Een kwarktaart. Oh ja, we moesten nog boter, hè? Ja. Meisje. Dat mooie Zeeuws meisje, ja. Ja. Oh, nou. Nou, top. Dan heb je je kwarktaart ingrediënt gevonden. En Luxie legt alles op de band. Ja, ja. Sneeuwpop. Ja, die op de band. Dat zal Luxie zo ook weer, ja. Sneeuwman op de band. Sneeuwpop legt op de man. Twee sneeuwpoppen. Toppie hoor. Die is denk ik helpt mee met de kwarktaart inkopen, zie je? Mooi. Slagroom. Slagroom. Mag je mandje daar weer achter mama liggen? In de mandenzaal. Ja. Anders. Ja. Zo. Kom maar. En dat is een plankje erop leggen. Kijk eens. Kijk hier een appel. Een appeltje. Oh, wat zeg je dan? Dankjewel. Lusjes bananen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, en een gezond stukje fruit en een sneeuwpop. En dan gaan we nu op naar het warme huis. De oliebollenkamer is nog dicht, zie je dat? Die gaan we van het weekend bakken met opa en oma. Nou, daar zitten ze hoor, Jut en Jul, met een stukje fruit op de achterbank. Kom maar, we hebben heel veel. Ja. Sneeuwpop maken. Als er heel veel sneeuw is, ga je een echte sneeuwpop maken. Ja.
Goed zo, liefie. Ja, als dat niet valt, heb je in ieder geval nu een sneeuwpopknuffel. Je hebt in ieder geval een sneeuwpopknuffel, ja. Ja, ja dat is ook. Maar die zit in de tas. Ja, met banaantje nou. Hij is eerst al met banaantje bezig. Ik heb al het geliefd. Niet schillen, jongen. Nou ja. En nog even, jongens. En dan kunnen we schaatsen. Kijk. Ja, zal het. Ja, hier moet je deze. Hier, kijk dan. Dit is wel leuk als je hierop kan schaatsen. Ja, dat zou heel leuk zijn. Luxie die wilde heel graag bakken. Luxie is helemaal gek van bakken. Zij laatst ook, mam, ik wil bakker worden. Dus het is super schattig. Dus we dachten, misschien wel leuk om even lekker een kwarktaart te maken. Ze kijken namelijk ook heel veel video's terug van toen Luan en Lucilla klein waren. En dat vindt ze zo leuk. En Luan was laatst als een kwarktaart aan het maken. En toen wilden ze ook een kwarktaart maken. Dus dat gaan we gewoon lekker gezellig doen, jongens. Want we hebben er nog even de ruimte en de tijd voor. Voordat ze meteen, ook Luan en Lucilla weer thuis zijn. Maar dat zien jullie niet in deze vlog. Dus ben je benieuwd hoe we een kwarktaart gaan bakken? Kijk dan even op Luxie Bellinga, haar eigen YouTube kanaaltje. Daar zetten we deze video online. En dan kun je kijken hoe we lekker een taart gaan bakken. Hoe Luxie een taart gaat bakken. Ja, Luxie mag assisteren. Luxie mag assisteren, terwijl ze moe wordt, ja. Ja. Maar ik ben Luxie. Oh, jij bent Luxie. Ja, ik hou wel eens de naam in de war. Dan kunnen we beter zeggen bij alle vier de kindjes Lu. Ja, Lulu. Kom Lu. Luutjes. Lu. We komen wel eens in de war met de naam. Maar ik ben niet de enige moeder. Want laatst waren we ook bij dat gezin waar we dat konijntje hadden weggebracht. Die meiden hadden twee heel verschillende namen. En ook zij kwam regelmatig in de war met de naam. Maar dan wou ze wat zeggen en dan zei ze de verkeerde naam. Ja, klopt. Dus het ligt niet alleen aan dat de namen op elkaar lijken. Nee, hoor. Het is ja, een ouder ding. Ook, oma had ook de naam met elkaar. Moeten Luan en Lucilla Luxie allemaal helemaal lachen? Oh, ik ben niet Luan, ik ben Luxie. Oh ja. Nee, nee. Maar jij mag wel soepen. Wat ben je aan het doen, Luxie? Ben je de kom leeg aan het snoepen? Wat hebben wij net gedaan? Een taartbak. Een kwarktaart gemaakt, hè? Alleen het zit nou even in de koelkast. Die moet even weer stijf worden, dat die hard wordt. En dan gaan we vanmiddag als Lucilla thuis komt. Gaan we hem afmaken. En de arbeid en de... Met de slagroom erop. Ja. Zo, nou jongens, ondertussen klaar met taartbak met Luxie. Die zit nu even in de koelkast, zodat hij kan opstijven. Dat we straks verder kunnen. Zo ook weer Lucilla van school halen. Want die is op vrijdagmiddag altijd vrij. Lucius ligt net te slapen. En ik heb net de logeerkamer opgemaakt. Voor opa en oma die we morgen gaan verrassen. En ik kijk je jongens uit het raam. En het ziet er zo... kerstwintersachtig uit. Kijk. Je wordt er helemaal warm van. In de zin van het winterse kerstgevoel. Nou, in ieder geval. Wij gaan straks kerstshoppen. En we nemen jullie gezellig mee. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Toen waren we eigenlijk net iets aan de late kant. Een beetje hetzelfde als gisteren met het vuurwerk. Dus ik denk, we gaan vandaag iets eerder. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat we nog niet aan toe zijn gekomen om eerder te kerstshoppen. Want heel eerlijk gezegd stond ons hoofd er nog niet naar. We zijn natuurlijk druk geweest met de kerstboom en met het kerstdorpje en dat soort dingen. Maar onze vakantie is ook al bijna. Toen keken we even aan de agenda en toen zag ik, oh, het is al bijna kerst. En wij gaan met kerst, gaan wij met onze familie uit eten op vakantie. Superleuk, gaan jullie allemaal meemaken. Maar daarvoor willen we natuurlijk wel een mooie, chique kerstoutfit hebben. Daarom nemen we jullie vanmiddag mee met shoppen. We gaan naar Zwolle toe, aangezien daar de meeste keuze aan winkels zijn, zeg maar. En Luan nemen we ook mee, maar ja, die is op vrijdag pas later vrij. Dus als we Luan ophalen van school, dan nemen we meteen alle kinderen mee in de auto. En dan rijden we door naar Zwolle. En dan gaan we lekker gezellig met z'n allen nog even lekker kerstshoppen. Voor leuke outfits voor bij het kerstdiner. Maar dat is straks. We gaan straks eerst Lucilla ophalen en even lekker lunchen. En niet te vergeten de kwarktaart afmaken met Luxie. Maar dat zien jullie dus op haar eigen YouTube kanaal. Ondertussen is Lucius ook weer thuis. En sta ik een lekkere pannenkoek te bakken. Oh, die moet eruit. Even kijken. Hoppatee. Die erop. Poep. Zo. En verder erop. Dan leggen we snel een bord eroverheen. Doen we een klein beetje. Boter. Hoppatee. In de pan. Zo. En dan doen we een klein beetje slagroom in de pan. En ondertussen dat ik een pannenkoekje aan het bakken was, ben ik ook even meloen aan het snijden. Ik denk wel even een lekkere... Ik weet niet, ik had gewoon zin in een pannenkoekje, jongens. Ik denk dat het weer is. Gewoon even lekker wat warms in de buik. Het is gewoon zo'n heel simpel beslagding waar je alleen maar wat melk bij toe hoeft te voegen en dan heb je ze al gemaakt.
meloen erbij. Dat helpt ook altijd wel. Er lekker bij. Lekker. Ik wil ook een stukje. Ja, maar ook een stukje hoor. Daniel is inmiddels al even Lucilla ophalen van school. Dus die komt zo meteen ook thuis. En dan kan ze zo lekker aan tafel schuiven. Eerst even lekker een pannenkoekje te eten. En daarna gaan we met jouw kwarktaart verder. Goed? Want die zit nog steeds in de koelkast. Die moet nog steeds even hard worden. Papa. Ja, papa moet ook thuis. Nog vast. Lekker. Geef er ook een aan Lusjes. Lekker hè jongen? Even lekker een watermeloen eten en dan deze pannenkoek. Die gaan we even omdraaien. Als me dat lukt. Oh ja, kijk. 1, 2. Poepetee. Nou, en nummer 2 is bijna klaar. Oh, best goed. Koud. Nou, ondertussen is Lucilla thuis. En Luxie laat even de taart zien. Die staat daar in de koelkast. Ja, jullie moeten zo nog aardbeien slaan. Ja, die gaan we zo nog versieren. Ja. Maar eerst heb ik mama lekkere pannenkoeken gebakken. Wil jij dan uit de kamer kijken? Ja. Nou, papa is ook weer thuis. Warme kloeien. Blue wine. Moet even open om een achtergrond te zien. Ja. Nou, kijk eens wat ik heb gebakken, Siel. Kijk eens, wat ruik jij hier? Wat zit hieronder? Pannenkoeken. Ga maar snel zitten. Er zit nog, ja, dat is een goeie. Er zit nog pannenkoek in de pan. Gaan we eerst lekker pannenkoekjes eten. Nee? En wat heeft hij nou weer gepakt, jongens? Het is toch niet weer die stofzuiger. Nee, jongen, staat hij weer hoor, met een stopcontact. Nee, Lusjes, we gaan eerst pannenkoekje. Nee. Wat is dat toch met dat mannetje? Van wie heeft hij dat toch? Van papa en mama, denk ik. En van Luan heeft het ook. Van Luan, ja, dat is goed. En van Lucilla en Lucia. Die houden ook van poetsen. Ja. Ik hou meer van poetsen. Dat krijgt hij er niet in, want er zit kinderspot op. Nee, dat krijg je niet, jongen. Nee, we gaan eerst even pannenkoek eten. Is die lekker, jongen. Dat smaakt wel, hè, jongens. Meisjes, moet ik eigenlijk zeggen. Meisjes en jongens. Ik heb nog een jokje op van de kinderen wat over. Doe een pannenkoek voor jou, hoor. Ik heb genoeg. Ik had extra gemaakt. Heeft u die? Lusjes, die is te klappen. Lekker, hè? Meisjes en jongens. Meisjes en jongens, ja. Jongen, ja. Meisjes. Ja. En dan gaan we lekker shoppen. Een mooie kerstpak zoeken. Wil je een jurk of wil je een kerstpak? Oh ja. Pak. Maar, zie je? Jurk. Maar nog ook de taartproeven. Oh ja, gaan ze ook nog even de taart maken. Jazeker, dat kunnen we nog wel even doen. We hebben nog tijd voor. Lekker hè jongen. Als er wel de laatste pannenkoek in de koekenpan zit, kinderen, heb ik iets om al een beetje in de sfeer te komen. Herinneren jullie dit nog? Komt ie hè? Kijk lichtjes. Ja, toen was je nog net een baby. Als kerstliedje. Die kunnen we helemaal gerust gaan draaien deze kerst. En opa en oma, de kerstboom. Mij zijn, zeg hem niet, want er is pas kerstjes op de zand. Woehoe! Ja! Papa was de kerstman. Ja, die boog is er nog steeds. Dus ja. Nou, een allerlaatste voor de allerbeste. Hè, is? Lampje. Oh, ja, dit liet de kinderen een gouden oude. Zoals Luxie zo klein als Luxie nu is. Ja, leuk. Leuk, dit. Ik ga even afwas doen. Het was een lekkere pannenkoekenlunch. Ondertussen hebben wij de kwarktaart van Luxie helemaal afgemaakt. Is goed gelukt hè, liefie? Ja. Heel goed gelukt. Vond je het leuk taart maken? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat je ook echt heel goed in was. Ze wilde ook echt alles zelf doen. Heel erg goed gedaan, liefie. Nu kan ik bakker zijn. Dan ben je een bakker. Ja, ja. Dat klopt. Nee, groter. Ja, Luxie wil als ze groter is, wil Luxie bakker worden, zegt ze. Dan ga ik alleen wonen. Dan wil ik... Bakker worden. Bakker worden. Moet ik wel een bed nodig? Ja, dat is wel handig. Ja,
En een bakkerij, heb je ook een keuken nodig? Ja. Ja. Maar dat komt vanzelf, hè? Nu nog even lekker bij mama bakken in de keuken. Toch? Ja. Ja. En ondertussen heeft Luxie twee stukjes voor papa en Lucilla. Ook doen. Ja. Kijk, die zit hier. Kijk eens. Kijk eens wat ze heeft. Nou, we zitten toppen. Ik ben goed hoe die proeft. Papa? Ja, jij mag met papa proeven, Lusjes. Proef, ga maar zitten. Ga maar zitten. Heb jij al geproefd? Ja. Is hij lekker, jongen? Volgens mij is het ook wel lekker. Nou, dat is goed. Heel goed gelukt, Luxie. Goed gelukt, hè? We hebben een hele goede taartenbakst. Ja. Oké, dan ik ga een bakster zijn. Ja. Ja. Nou, kom maar in, hè. Ja. Het is gelukkig nu onder het nulpunt. Of boven het nulpunt. Nou, stamkachel staat al aan in het camperbusje. Luan ophalen en dan op naar Zwolle. Ondertussen zit Luan ook in de auto. Hoi jongen, was het lekker cool? Zeker. Nou, we gaan lekker de stad in. We gaan lekker shoppen. Ja, naar Zwolle hoorde ik. Ja, voor de kerst. Ja. En ik denk dat we hebben niet super veel tijd. Want Luan die heeft vanavond ook weer een optreden van zijn koor in de kerk. Het is pas 7 uur, hè? Ja, maar we moeten wel weer terugrijden. Ja. Het is voor ons natuurlijk Zwolle, is een half uur rijden. En je moet en je hebt hier spits. Daniel gaat alleen met Luan daar naartoe, want wij zijn van de week al mee geweest. En dat was toen in de middag, dus dat ging ook nog wel goed met Lucius erbij en Luxie erbij. Maar ja, dit is vanavond, 's avonds, dus dan slaapt Lucius al, dus dan ga ik niet ook nog... Het was eigenlijk hetzelfde optreden, ja, alleen een andere locatie. Dus dat gaan we ook doen. Dus ik denk dat we naar de Sena gaan als eerste. Ja, ik denk dat dat de meeste kans van slagen is. We hebben geen tijd om alle winkeltjes af te struinen. Aangezien het nu natuurlijk ook al het eind van de middag is. En het is koud. En het is koud. Ondertussen zijn wij aangekomen op de parkeerplaats in Zwolle. Lucius is in de auto in slaap gevallen. Het is ook zijn tijd om te slapen. Dus die leggen we even over de kinderwagen. Mama, jouw handschoenen. Oh, mijn handschoenen. Oh nee. Het is helemaal nat. Nou, die leggen we even te droog in de auto. Ik heb gelukkig nu warme handen. Leg ik even op mijn stoel neer. Ik heb namelijk stoelverwarming. Dan wordt hij misschien wel warm. Maar ja. Ach, ben je weer wakker? Ik zeg net deze in slaap gevallen. Nee, natuurlijk niet. Misschien slaapt hij er zo nog even verder, want hij was net in slaap gevallen. Maar hij was de hele rit wakker. Nee, ik zag hem net echt slapen, jongen. Hé, hey, kom hier. Woepedee. Met papa. Heeft er iemand een slee meegenomen? Kunnen we hier naar beneden glijden? Zal ik Lucius loslaten? Nee, dat is dus niet. Er ligt geen sneeuw. Nee, maar het is wel een beetje glad. Voel je dat met lopen? Ja. Ja, hier niet. Dit wegdek niet, maar daar bij de parkeerplaats wel. Limbo! Lucilla doet limbo dansen. Ja, dat ook nog. Het gaat ook nog goed ook. Nou, oversteken, links, rechts, links. Ja. Ja. En hier soepje op. Hop. En dan lopen we hier. Zwolle in! Ja. Kan je hier al schaatsen? Nee, maar het ligt al wel ijs. Zie je dat, hé? Daarachter ligt wel ijs. Ja, je kunt niet schaatsen. En we kunnen ook niet varen. Je kunt wel varen, maar dan gaat het ijs kapot. Maar hier kan je wel varen. Leuk, hè? Kijk, jongens. Dit is de stadsmuur. Dan gaan we hier de stad in. Jongens. Ja. En dan lopen we daar zo al. Zee na tegemoet. Hier is het warm, jongens. Ja. Hier is het lekker warm. Met al die blaadjes naar binnen. Ja, al die blaadjes naar binnen. Nou, gaan we eerst even naar boven, want daar hebben we de kinderafdeling. Ja. En de mannenafdeling. Knopje. Zo. Nou, Luxie heeft de lift gevonden. Zullen we je allemaal inpassen, jongens, in deze lift? Met z'n zessen. Anders mijn papa voor zijn. Van papa met de trap. Dat is goed voor de wijn. Ga verkeer aan de trap. Doei! Weet je welke verdieping? Ja, wie zou nou ons eerste zijn? Papa of wij? Wij. Wij? Nee, papa. Ben benieuwd. Papa. Jij denkt papa. Kijk, daar staat hij al. Stond jij hier al? Nou jongens, dan gaan we op zoek. Nou jongens.
geen Minnie Mouse. Nee, dat snap ik. Jij wilt geen Minnie Mouse. Maar hier heb je ook biertjes, hè? Zoiets. Of zoiets. Je wil geen... Ja. Een Schots rokje. Schots? Moet eigenlijk voor jou, hè? Hé, en dan niks eronder. Dat is... Jongens, het is een hele lange. Kijk. Is dat een jurk? Dit is een jurk. Wauw. Nee, gewoon voor kerst als we lekker thuis zijn. Ja. Ik ben alleen bang dat we niet voor iedereen kunnen slagen. Ja, wat hebben de jongens gevonden, Rusjes? Laat eens kijken. Rusjes, laat het eens zien. Nee, maar we hebben heel veel kerstverkleedkleren. Ja. Nou, kersttrui voor de jongens is ook binnen. En ik dacht, deze blouse is wel leuk voor mij. Echt een kerstblouse. Wat vinden jullie hiervan? Het is schattig. Het is een rompertje met een broekje erbij. En met zo'n leuk strikje. Niet leuk? Ja. In ieder geval ook wat voor lusjes. En met hier wat kleren aan de kinderwagen gaan we op naar de paskamer. Daniel heeft een kerstblouse gevonden. Eerste blouse aan. Kerstmoesje met sneeuwpoppen erop. Ja, of ik heb dit, maar dat is ja. Meer chiquer. Maar dus je kunt ze ook allebei doen. Ja, die is wel een beetje de foute kerstblouse, zeg maar. Ja, voor kerstblouse. Ondertussen kijk ik even wat Lusje zegt, jongens. Waar ga je naartoe? Blijf je hier? Nou, wat vind je van de trui, jongen? Ja, leuk. Dit is wel leuk, hè? Maar dit is niet echt voor kerstdiner of zo. Gewoon lekker voor kerstdag als je... op vakantie bent. Ja. Toch? En deze heeft Lusje zo. Kijk, deze. En dat maakt het natuurlijk. En dat maakt het natuurlijk wel erg leuk. Alleen ik weet niet, Lusjes, die zit net, denk ik, niet echt in de stemming om te passen, joh. Nee, ja. Kijk, ja, ik vind het deze al heel. Nou. Ook een herfstblouseje, allemaal blaadjes. Ja. Op kerst of niet? Ja. Zeg maar, vind je deze leuk of het jou? Het is wel heel druk, hè, Daan? Ja, precies. Dus. Nee, gewoon kerstblouse. Nee. Vind je deze leuk of die andere? Voor echt foute blouse vind ik die andere leuker. Oeh, kijk eens jongens. Lucilla. Mooi. Vind je die mooi? Heel leuk. Ja, wat vind je er zelf van? Ja? Ja. Mooi. Ik vind die kerst helemaal heel erg chill. Die is wel grappig, hè? Er zit ook zo'n bijpassende legging bij. Het is uiteindelijk een soort leggingbroek is dat, hè? Die is ook wel mooi. Leuk, gewoon lekker voor vakantie. Kerstvakantie? Ja. Jij? Nou. Even bij de kwesten. Dan gaan alles wel op het terras. Nou, de volgende winkel, wat heb je gevonden nu? Kijk eens, mooi hè? Een mooie zwarte jeans met een vlinderstrikje. Wauw, dat is wel heel chic man. De meisjes hebben hier jurkjes. Luxie laten zien, welke jurk heb jij? We zijn bij de Wii. Nou, kijk of dit past. Luxie die pakt deze paskamer. Lucilla die zit in deze paskamer. En Luan, die zit in deze. Oh, deze is van Luxie. Ja, nee, wacht, wacht. Deze paskamer. Deze, hier moet nog zo'n bandje erin. Zo. Jongen, nou, Luan gaat dat passen. Ja. En Luxie, kijk eens. Ik wist niet precies welke maat jij had, dus moet je maar even passen welke maat. Oh. Ik heb ondertussen een jurk aangedaan en dat is deze blauwe. Met, die is super soft met alle streepjes. Ik weet niet hoe het zit. Maar deze zit goed. Op naar de volgende. Nou, Lucie, wat vind je ervan? Echt heel mooi. Vind je het mooi? Dit is wel een uniek kleurtje ook, hè? En het is een heel lekker stofje. Oeh, kijk dan. Leuk. Ja? Nou, gaan we de volgende passen. Dan ga ik deze. Maar dit is te groot. Ja, maar die moet je in de broek doen. In de broek? Of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, of doe ze even dicht met het kobertje erbij. Dan zie je de hele kleur. Ja. Nou, Lucilla heeft ook een volgende outfit aan. Kijk. Leuk, die is ook mooi. Ik ben deze aan. Doe maar, zet maar even op, als hij goed zit. Ja, dat ziet er wel gek uit nu. Ja, maar hij zit... Ja? Ja? Jij bent toch een klein vrouwtje? Nou, had je dat, dan was het, hè? Dat was de jurk. Deze twee wil je ook dan, hè? Ja. Top. Wauw. Luxie. Die is mooi. Heel mooi. Dan ga je met het goud en dan een kimkaart. Wat vind je ervan, jongen? Ja, kijk eens. Dit is wel strak, dit. Nu ben je wel strak in het pak, zeg maar. Ja.
jurk uit dan? Nou, Luxie heeft nog een jurkje. Mama, ja. Van die sweater. Ja. Die sweater daar niet daar was. Ja. We zien hem onder van zijn heel jaar. Oh. Maar daar is zwart. Ja, kom maar. Kom maar naar binnen. Daar is zwart. Ja. Oké. Okay. En daar kan je niet mee. Nee, maar luister eens. Nu heb je er eentje voor eerste kerstdag, tweede kerstdag en oud en nieuw. Hé, hey, dat is leuk hè? Ja. Kun je ze alle drie meenemen? Voor eerste en tweede kerstdag en oud en nieuw. Oud en nieuw en deze. Die aan, ja, dat vind ik ook wel leuk. Dus echt zo'n oud en nieuw jurk. Bij de oude niet echt deze. Ja, die vind ik heel erg leuk, Luxie. En dit op de kassa. En dan zijn we wel geslaagd voor kerst en de winterkleding. Dit is een hele mooie beer. Poes. Zie je, een poes? Nee, volgens mij is het een beer. Nee, een poes. Luxie denkt dat het een poesje is. Wat denk jij, Luxie? Een beer. Een beer. Beer. Een beer? Nou, Luxie denkt een poesje. Het is in ieder geval geslaagd. Kinderen hebben outfits voor eerste kerstdag, voor tweede kerstdag en derde. Voor oud en nieuw. Ja. Is er nog geen derde? Nee, er is geen derde kerstdag. Oh. Nee. Soms lassen we die wel eens in, een derde kerstdag, maar die is niet officieel. Gezellige jongen. Zo gezellig gaan we weer de gracht over. Waar de bootjes zijn. Dat ziet er mooi uit, hè? Met al die lampjes. Ja, dan lopen we zo weer naar huis. Varen. Ja, die kunnen wel varen. Je hebt een grote kerstballen erin. Ja, leuk ja. Mooi hoor. Dan gaan we weer naar huis, lusjes. Nou, en thuis zullen we even laten zien wat er allemaal nog meer in de tassen zit. Ondertussen jongens zijn we weer lekker thuis. Lucius was in de auto in slaap gevallen, dus die hebben we even lekker in de kinderwagen gelegd. Daniel die gaat vast even de soep van gisteren lekker opwarmen, zodat we die zo kunnen opeten. Want Luan gaat zo meteen ook weer door naar zijn kooroptreden. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, willen we heel graag laten zien wat we allemaal hebben geshopt voor onze kerstoutfits. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor mezelf niet echt iets heb, maar het maakt me niet zoveel uit. Want ik heb nog heel veel andere leuke kerstoutfits in de kast liggen. Daniel die heeft zijn blousjes, wat jullie hebben gezien, die heeft hij echt meegenomen. Dus die gaat hij aandoen. En ja, de kinderen willen heel graag laten zien wat het is geworden, jongens. Ja. Nou, kijk, we hebben het even netjes voor ons neergelegd. De meiden willen beginnen. Ik heb beginnen, want wij hebben het zelf. Nou, laat zien. Nou, deze hoekje. Ja. Met dit shirtje. Dat is een kersttrui met een kerstlegging. En dat is ook lekker, want we gaan nog op vakantie. En dan kunnen jullie lekker op vakantie aandoen. Ja. Helemaal in de kerststemming. Ja. Ik zie. Dan. Deze zijn niet hetzelfde. Nee. Maar wel allebei zwart. Ja. Het zijn zwarte feestjurkjes. Ja. Van deze. Dit zijn ook een beetje voor kerst. Ja. Voor de kerst of voor oud en nieuw. Moet je maar kijken wanneer je hem aan wil. Ja. Jullie hebben een beetje keus voor de feestdagen. Ik vind dit wel voor kerst leuker. Dat kan ook voor de kerst. Ja, die vond Luxie voor oud en nieuw wel, hè? Omdat die echt helemaal van dat goud is. En dat hoort een beetje bij het oud en nieuw. Dan zie je het haarbandje. Een leuke haarband van... rendier. Een rendier. Is een vestje. Een vestje. En er zit een beetje zo'n glitter zit erin. En die kan je dan aandoen als je toch een beetje frisjes krijgt. Ja. En... deze. En deze mooie jurk. Ja, en hier zit ook getouwd. Dit is wel een heel uniek jurkje natuurlijk, ja. Hè, met de kleur. Want ja. Dit is super zacht. Het is echt zo'n zacht. Dit is indigo. Oh ja, indigo, ja. Dat weet Lucilla heel goed. Indigo. Ja, die is misschien wel mooi om met het kerstdiner aan te doen met opa en oma. Ja, en doe deze oorbellen bij. Kijk, ze heeft ook hele mooie lange oorbellen. En zo ook, kan deze ook erbij. Ja hoor. En met deze goud en dan doe ik deze erbij. Ja, dat kan ook. Die ja, past daar. Die past erbij. En kan deze ook met deze. Ja, dat kan ook. Kan deze bij de kerstdiner? Ja, volgens mij kan het allemaal wel bij elkaar. Geneemd bij Lucius. Want we hebben wel één setje is al bij hetzelfde. Kijk, dat is deze. Ja. Die is eigenlijk nog een klein beetje te groot, maar dat was de kleinste klein maat. Een beetje te groot, maar dat was de kleinste maat inderdaad. En we hebben die van Luan een maat groter gedaan, zodat die volgend jaar kunnen ze ook allebei aan. Ja. Lekkere kersttrui. Dus die twee truien zijn hetzelfde. Dan ga ik beginnen met Lucius. Ja. Dat is deze leuke beetje pet. Ja, en die trui kan hij dan op deze. Ik had hem eigenlijk voor de broek gekocht. Kijk, op de broek doen. Ah ja. Is een romper, dus dat zie je in principe niet. Ja. Dus die is dan de broek voor bij de trui. En de romper. Ja.
En ook dit leuke sjaaltje. Ja. Ook wel leuk. Dan hebben we dit mooie strakke pakje. Dus een beetje chill versus net en strak. Dit is voor kerst, als we met z'n allen gaan eten. Dit is het diner. Ja, en dan met een leuke broekje. Kijk, aan de achterkant is een lekker broekje erbij. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Ik vind dit ook echt zo leuk met dat strikje. Ja. Dat was Lusje. Dan heb ik deze. En deze die hoort bij dit mooie blouseje met deze mooie rode broek. Ja. En daar hoort dus ook dit zwarte, hoe heet het eigenlijk? Giletje. Giletje bij. Ja. Dus die vond ik wel heel leuk met de rode broek erbij. Dit is één setje bij elkaar. En dit is het tweede setje. Deze had ik dus gepast zoals je ziet. Die zit nog niet helemaal in de verpakking meer. Ja, die andere was dezelfde maat, hè, dus die hebben niet meer gepast. Want ja, dus nou, dat hebben jullie gezien in de vlog. Dat is dit donkerblauw blouseje. Mm-hmm. Met dit donkergroene combert. Ja, maar dat was een heel mooi robertje. Een beetje fluweel, hè? Ja, die voelt ook heel zacht. Doe maar een beetje aan papa denken. Die heeft ook altijd van dat soort kopjes. Ja, die stof heeft onze jurkjes ook. Ja, het fluwelen, ja. En dan ook met zo'n lekkere, pantalonbroek erbij. Het is een pantalon versus spijkerbroek. Ja. Ja, niet erbij. Leuk. Nou, dan zijn jullie helemaal klaar voor de kerstdagen. Ja, voor de feestdagen. Dan gaan we nu lekker eten. Ik ga deze oorbellen passen. En je mag de oorbellen passen. Jij moet ook even hier. Ja, ik pas ze ook even. Yay. Ik had ook deze oorbellen nog gevonden. Voor mezelf. Maar toen kwam Lucilla ook aan met die oorbellen. Kijk. En die wil ze ook graag in. En de kinderen willen zien hoe die staan bij mij. Ja, wacht even. Want ik heb nog een oorbellen. Ik vind deze echt heel mooi bij jou. Zo mooi, hè? Als je mooie oorbellen in hebt, dan heb je de helft van de outfit al klaar. Zo leuk je zet oorbellen bij een outfit. Ik kan niet goed zien, jongens. Dan moet jullie even gebruiken als spiegeltje. Moet je helpen? Ja, dit is dat uitgelubberde gaatje, denk ik dan. Kijk. Wauw. Oh. Wow, mama. Die past bijna bij ons zeer. Wauw. Dat voelt wel even gek, hoor. Wow, maar ik vind het er heel erg uitzien. Ik dat gaatje. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Ik heb één gaatje, voor degenen die dat nog niet wisten. En die is vroeger, is er door een jongetje in de klas, is er aan mijn oorbel getrokken. Zo hard dat dat gaatje tot bloedens toe uitscheurde. En dat is gelukkig goed gekomen. Dat is de zin van dat het niet helemaal door is gegaan. Alleen altijd als ik wat grotere oorbellen in heb, dan lijkt het alsof die er bijna uitvalt. Zien jullie dat? Ja. Maar het valt er niet uit. Het doet ook geen pijn. Alleen het ziet er dus al iets minder uit. Dat heb ik er een beetje in overgehouden. Ja? Daarom wil ik dus ook niet dat Lucilla dit soort oorbellen naar school aandoet of zo. Daar ben ik zo een beetje huiverig voor geworden. Kijk, bij deze zie je dat niet. Zie je gewoon een gaatje. En bij deze zie je dat lelletje zo een beetje hangen. Dat gaatje. Zie je dat of niet? Kijk hier. Is het mooi? Streepje. Ja, streepje. Ja. Leuk, hè? Mooi. Ja, kijk, staat er heel mooi. Ik voel geen verschil. Nee? Nee, een maar dit wat, is ook heel erg licht. Ja, dit is iets lichter dan wat mama heeft. Kijk, mama heeft iets wat grotere. En jou heb je iets meer van die draadjes. Van die anders is het ook een beetje uit verhouding. Dan heb je een heel klein oortje met zo'n hele grote oorbel. Ja. Deze vind ik wel wat subtieler voor bij jouw oren. Staat wel heel mooi. Dat was toch een ketting? Nee. Nee, dit is een oorbel. Een kettingoorbel. Mooi, Sil. Ik ga even in de spiegel kijken. Ja, vond je dit nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doeg. Want de tijd vliegt snel voorbij.